Zijn we te preuts geworden? Wat vind je ervan als een meisje geen BH draagt? Ik vind het in principe geen probleem. Want ik denk dat het lekker is om geen BH te dragen. Ik kijk er wel altijd naar. Dat hangt van fysiologische omstandigheden af, zou ik denken. Zijnde de cupmaat. Ja, jeetje, meisjes zonder of met BH. Ik heb er geen mening over. Het kan alle twee mooi zijn. Nou. Wat? Nou ja, ik heb een cupje A, dus bij mij is het ook niet echt ter ondersteuning. En dus ik heb wel dat het dan helemaal niks is. Dus dan denk ik wel, kan dat? Dus het hangt een beetje van het shirtje af. Maar soms vind ik het juist wel een soort van sexy of zo. Dat ik denk, ah. Omdat jij het leuker vindt als ik een BH aan. Ja. Toch? Dat vind je toch? Alhoewel. Nee, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. De afwisseling is fijn. Niet erg. Niet erg? Nee. En draag je zelf al BH's? Ja. Ik denk dat het alles mee te maken heeft ook, of dat voor de vrouw zelf fijn is. Als je hele grote borsten hebt, is het wel fijn dat ze een beugel hangen. Zeker. Vroeger zeiden ze van, je kan pas zonder een BH lopen op straat als een potlood onder je borst naar beneden vandaan, valt. Ja. Nou, dat heb ik toen geprobeerd. Nou, die potlood was bij mij niet eruit te krijgen. Zelfs een heel pennenzakje bleef nog zitten. Nee. Maakt mij niks uit. Nee, mij ook niet. Het is wel dat ik zelf ook net zo goed, als ik iemand op straat zie, dat ik dan ook kijk. Actually, she says this is her business. I don't mind. It's nothing related to me. If you want to wear it, she doesn't want to wear it. Mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Geen probleem mee. Ga je wel eens zonder BH de deur uit? Ja. 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 Oké, okay. Nu ook. Okay. Nou, het werkt wel afleidend als je alleen maar een tepel ziet. Dan is het toch wel tepel. Ja, ja, dan wordt het maar goed. Ja. Ja, kan er ook gewoon een stickertje op plakken. Dat wel. En ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Ik dacht, ja, lekker, het is zondag, weet je, ik heb er geen zin in vandaag. Maar toen ging ik nog even naar de kroeg en toen was het ook meteen, hey, je hebt geen BH aan. En, oh ja, dat vond ik dan weer niet. Ook al had ik daar heel erg zin in, maar ik heb geen zin in die opmerking.